Kijk, hiernaast is de Betuwnepolder. Die zit bijna 4 meter onder de zeespiegel. Lijkt me niet verstandig om daar gewoon een nieuwbouwwijk neer te zetten. Maar ja, als we nieuwe dingen gaan verzinnen, alternatief, zoals we dat nooit gedaan hebben. Drijvende huizen. Leuke plek om dat te gaan proberen. Tijdelijk wonen is ook nog wel een dingetje. Ik bedoel, we bouwen nu een woonwijk en dan leggen we alles aan en dat ligt daarvoor heel lang. Maar je kan ook tijdelijk ergens gaan wonen. En dat is misschien ook wel verstandig dat als het ergens te nat wordt, dan verhuis ik een stukje. Dus misschien moeten we wat flexibeler zijn. Zowel met waar we onze huizen neerzetten als met de natuur die we toelaten in onze bebouwde omgeving. Ja, bedoel, nu moet al het gras altijd meteen gemaaid en netjes aan de kant en alles aangeharkt. Misschien mag het wel iets wilder worden. Maakt het wat spannender, maakt het wat leuker. Dus misschien iets meer samen met de natuur.